Goedendag. Onstuimige dag is het vandaag. Met vanochtend ook veel regen. Toen het koufront overtrok. Zat ook hagel bij. In korte tijd viel veel neerslag. Zorgde voor de drukste ochtendspits van dit jaar. Geleidelijk aan klaarden het wel op, maar het bleef voor zwaai. Sterker nog, de wind die trok nog wat verder aan. En hier zien we het koninkpaar in Katwijk aan zee. En dat was toch wel eventjes hevig daar, want het waaide hard. De koningin moet zelfs haar hoofddeksel vasthouden. Maar dat zand, dat stoof natuurlijk ook. Het was toch een soort zandstralen wat daar bezig was. Ja, veel wind, daar hebben we nog steeds mee te maken. Zware windstoten, zeer zware windstoten. Zelfs in het noorden, boven de 100 km per uur. In het binnenland ook zware windstoten. En ja, die windstoten die gaan geleidelijk aan wel afnemen... maar de komende uren, het einde van de middag, begin van de avond... zal het toch nog wel eventjes doorgaan. Dat koufront dat voor veel regen zorgde, dat lag om drie uur al boven Duitsland. Met die wind gaat het natuurlijk erg snel. Daarachter de buien, dat gaat voorlopig nog wel eventjes door... met de meeste buien in de noordelijke helft van het land. En morgen dan zal die buienactiviteit wel iets minder gaan worden... maar toch een paar buien vanuit het noordwesten is goed mogelijk. Ook een storing die vanuit het zuiden komt opzetten... Maar die blijft waarschijnlijk ten zuiden van ons. Alleen in Limburg kan misschien wel wat regen gaan vallen. Zal daar ook wel veel bewolking aanwezig zijn. Nou, de weerkaart loopt inmiddels door tot zaterdag. En dan zien we ook voor zaterdag nog steeds die buienactiviteit die met die noordwestelijke stroming onze kant op komt. Kortom, dat zal ook geen dag zijn dat we de paraplu niet nodig hebben. Nou, vanavond waait het nog stevig, zijn die buien er. Dat gaat geleidelijk allemaal wat rustiger worden. En vannacht en daalt de temperatuur... zo'n 2 tot 4 graden in het binnenland. Met nog hier en daar wel een bui. En de wind die wordt overwegend matig... en aan zee vrij krachtig. En morgen overdag, nou in het zuiden... is er denk ik echt wel veel bewolking. Of de zon er echt doorheen gaat komen, dat is nog even afwachten. Daar kan dus ook wat regen vallen... in Limburg en wordt het een graad of 7. Elders een enkele bui... bij temperaturen rond de 9 graden. En maakt de zon iets meer kans hoewel ook elders in het land midden en het noorden bewolking vaak zal overheersen. De wind die waait uit het westen tot noordwesten en is matig tot krachtig. Ja, en dan de dagen erna, die temperatuur gaat gelukkig wel weer omhoog na het weekend, want het weekend dat verloopt ook nog met temperaturen rond de 10 graden. Ik sluit zelfs niet uit dat in de nacht van zaterdag op zondag en zondag op maandag het in de nacht eventjes gaat vriezen. Maandag dan gaan we door naar de 15 tot 17 graden en dinsdag en woensdag zitten we dan zo tussen 17 en 20 graden. Nog een fijne dag.